Het mooie is dat de normen zijn afgeschaft. Dus we zullen iets moeten gaan bedenken. En sinds 1 januari, jongstleden, is zorg en wonen compleet gescheiden. Het gaat veranderen, dat is duidelijk. We vinden dat jongeren en ouderen samen gevoegd kunnen worden. Mensen geïnventariseerd. Ik kan het wel begrijpen dat het anders moet natuurlijk. Wat moet er nog meer veranderd worden dan? Naast het lekker eten en drinken, dat de bewoners het behoefte hebben om elkaar te ontmoeten. Ben je hier geweest? Nog niet, dan moet je naartoe gaan, want hier kan je het vinden met elkaar. Wij zijn zeer gelukkig dat wij een van de partijen zijn die meedoen in het experiment. Het was gezellig, er was reuring, er waren andere mensen te zien, andere dingen te koop. Het brengt de wereld eigenlijk een beetje dichterbij. We weten dat de verzorgingshuizen wat onder druk staan op dit moment. Maar het is ook de bedoeling dat de ouderen zeg maar bij ons dan komen doen. Kijk naar de coöperatie Hoge Loon. Die hebben dat in het centrum gebouwd. Nou, daar is altijd reuring. Dus het gevoel van veilig in de buurt is echt heel belangrijk in deze wijk. Je merkt ook dat de mensen behoefte hebben. Al is het maar een facilitaire ondersteuning. Niet alleen wat heb je nodig aan zorg, maar ook wat kun je nog. Wat willen we met de Bendering? De Bendering moet blijven. Laat iedereen maar kritisch zijn, want dat betekent dat wij gewoon goede kwaliteit van zorg moeten bieden. En dat gaan we graag aan. Dus ik zou zeggen, start de tune en we gaan beginnen. Het gaat over winkels, het gaat over een bibliotheek of een multifunctionele ruimte. Men zegt wel een rolstoel, en dat is ook te begrijpen, maar een Fiat 500 of een Rolls Royce is wel wat anders. Hè? Ja. Dus we kunnen onze eigen norm bepalen en dat willen we nou gaan doen.